Goedemiddag, we zijn hier in Gennep, of eigenlijk op de Niersbrug van Gennep. We gaan vandaag samen met jullie een huis bekijken, digitaal, want dat is het beste op dit moment, in gemeente Gennep, Venzelheide om precies te zijn. Maar we gaan eerst een stuk van dit mooie stadje laten zien. Gennep is heel oud, stamt al uit de Romeinse tijd. Dat kun je zien aan de stadsmuur die bijvoorbeeld hier nog in volle glorie hersteld is. Maar ook aan het Genneperhuis, een ruïne inmiddels, maar wel nog prachtig om te bekijken. En we gaan jullie nu eigenlijk een leuk stukje Gennep laten zien om vervolgens bij een heel passend huis terecht te komen. Het stadhuis, gebouwd tussen 1612 en 1620 in een neoclassicistische stijl. Deze stijl werd veel gebruikt in de tijd van Napoleon. Je ziet dat ook terug in de gevels hier, veel in Gennep. En we gaan dadelijk ook kijken naar een huis waarin deze Franse stijl volledig is doorgevoerd. Nou, we zijn onderweg. We gaan Ottersum uit, bijna in Venzelheide. Op de achtergrond zie je misschien al landgoed Robaan liggen. Een voormalig klooster wat op het moment in gebruik is als evenementencentrum. Er wordt van alles georganiseerd. Buiten dat kan je daar zelf ook zalen huren om feesten te geven. Erg leuk en erg trots zijn wij als inwoners van gemeente Gennep dat wij zo'n mooie locatie in onze gemeente hebben. Venzelheide, dorp met ongeveer 900 inwoners, niet al te groot dus. Ze hebben hier wel een eigen supermarkt. Erg praktisch voor de dagelijkse boodschappen. En natuurlijk is Gennep ook dichtbij waar alle voorzieningen aanwezig zijn. De hoofdstraten van Venzelheide zijn de Kleesterweg, waar we nu op rijden. En de Vensterstraat, waar het huis waar we heen gaan gelegen is. Je ziet hier erg veel verschillende woningen. Voormalige boerderijen, maar ook wat nieuwbouw staat ertussen. Maar op dit moment gaan we naar een oude boerderij uit omstreeks 1900. En dat is wel even de moeite waard om jullie van binnen te laten zien. Welkom, hier zijn we dan. Vensterstraat 30. Deze woning is op funda al te zien. Vandaag gaan we dat een beetje toelichten in de vlog. Onze eerste vlog. Kom vooral mee naar binnen. We komen vandaag via de voordeur naar binnen. Dit huis vraagt erom om achterom te gaan, maar dat gaan jullie zo dadelijk zien in de tuin. Via de voordeur, de hal, komen we hier in de keuken. Geweldige keuken, omdat het een leefkeuken is, een eetkeuken is. Je kunt hier echt prachtig met een gezin of met z'n tweeën of net wat genieten van de dag, van het avondmaal, van de lunch, net wat. Maar nu is het mooi weer, dus ik neem deze lekker mee naar buiten. De tuin, die wil je niet missen hier. Een ruim perceel, helemaal netjes onderhouden, verschillende zitmogelijkheden. En voor nu kies ik dit zitje uit. Met een perceeloppervlak van ruim 1000 vierkante meter kun je hier alle kanten op. Daarnaast zijn er nog bijgebouwen met een totale oppervlakte van 68 vierkante meter, waarvan een groot deel nu in gebruik is als winkel, brokantenwinkel. Dat kun je natuurlijk ook zien aan de stijl van de woning. Dit gebouw is echter ook geschikt als atelier, werkruimte, kantoor, nou ja, verzin het. We gaan zo dadelijk ook een stukje van de tuin zien. Ziet er prachtig uit. De verkopers vinden het zelf vooral jammer dat de magnolia niet in bloei staat. Dat zou prachtig moeten zijn, er staat hier een hele grote magnolia. Dus dat moeten jullie er maar even bij bedenken. Ik ga in ieder geval even iets lekkers eten. Of toch vork op de grond gooien. Zo dadelijk even de woonkamer laten zien, want die ziet er ook uit om door een ringetje te halen. Heeft ook in een aantal magazines gestaan, zoals jullie misschien op Facebook al gezien hebben. Deze woning heeft een slaapkamer op de benedenverdieping, erg geschikt dus voor levensloopbestendig wonen. Kijk vooral ook hier eventjes rond. De vierde. Een van de allermooiste plekjes in dit huis is de vierde.
Die hebben de verkopers gecreëerd. Het was eigenlijk dicht oorspronkelijk. Zij hebben het opengemaakt om de vloer te kunnen renoveren. En we dachten toen dat het eigenlijk zoveel mooier is dan dat het oorspronkelijk bedacht is. Dit huis heeft 185 vierkante meter vloeroppervlak. Dus nog genoeg vierkante meters over om rustig van te genieten en om naar eigen inzicht in te delen. Nou, dit was het dan. Vensterstraat nummer 30 in Venselheide. Mocht je meer informatie willen over deze woning, staan wij natuurlijk graag tot je beschikking. Je kunt ons bellen op 0485-820-202 of mailen via info@hansdemakelaar.nl. Deze woning staat nu nog te koop. Afspraken voor bezichtigingen zijn natuurlijk altijd mogelijk. En wij zijn verder ook heel benieuwd wat jullie van onze vlog vinden. Onze allereerste. Een paar jaar geleden hebben we een paar probeerseltjes gedaan. Maar dit is de echte. Laat vooral in de reacties weten wat je ervan vindt en wat je nog meer van ons zou willen zien. Volgende week gaan we naar een huis in Afferden en ik zie jullie graag de volgende keer.